Je kunt best een hekel aan vakbonden hebben. Vakbonden hebben ervoor gezorgd dat mensen geen 80-uurige werkweken meer hebben. Dat er pensioenen bestaan, dat er een bescheiden minimumloon is. Dat er veiligheid is op het werk. Maar je kunt ondanks dat een hekel aan vakbonden hebben. En daar is ook wel wat voor te zeggen, want sommige vakbonden hebben het een beetje bizar gek gemaakt qua wat ze bedongen hebben voor met name hun oudere leden. Maar om de vakbonden af te willen schaffen, dat is wat anders. Toch bestaat er één organisatie die dat wil en die heet Alternatief voor Vakbond. Zelf ook een vakbond, maar het heet Alternatief voor Vakbond. Die club onder leiding, medeleiding van Meili Vos van de PvdA wil eigenlijk cao's afsluiten buiten de vakbond om. En dat zijn allemaal cao's waarvan de werkgevers zeggen, helemaal te gek, de rechten van arbeiders worden aangetast. En een alternatief voor een vakbond mag natuurlijk bestaan als je vindt dat vakbonden nutteloos zijn. Maar let wel, Meili Vos is van de Partij van de Arbeid. Meili Vos is lijsttrekker voor de Eerste Kamer van de Partij van de Arbeid. De Partij van de Arbeid is dus blijkbaar van mening dat je zo'n Partij van de Arbeider bent als je bezig bent om de rechten van arbeiders te willen afschaffen. En arbeiders, daar vallen ook de kantoorpikjes onder. Dat is modern socialisme, ja, daar heb ik niks mee. Vroeger zouden ze dat arbeidersverraad genoemd hebben.